bestaan. Better. We staan better voor 12 euro. Marit Bosman. Ja, mocht je afvragen waarom wij een paar uur later weer glitter aan hebben. We kwamen er vanochtend achter dat er tickets voor de afternoon preview waren voor 12 euro. Dus die hebben we net gekocht. Dus we gaan zo meteen ook nog een keer naar de eerste halve finale. Echt superleuk. Dus we hebben ons helemaal weer opgetut en glitters aan. Eigenlijk hadden we allebei echt nog vet veel glittershirts mee die we niet zeg maar voor de hele week hadden berekend. Dus dat scheelt in ieder geval. Dus we hebben ons helemaal net weer klaargemaakt. En dan gaan we zo meteen naar de afternoon preview. En we nemen jullie weer mee. Let's go! We hebben weer onze tas hier zo achter neergedaan. En we gaan nu lopen weer naar de arena. We zijn lekker op tijd. Het gaat om 1 uur echt open. Dus echt dat de zaal of de arena echt open gaat. En daarvoor kan je nog wel naar muziek luisteren in de era. Terwijl het echt zo'n klein mini stukje is met muziek. Maar er is muziek, dus dat is leuk. Maar het zonnetje schijnt, zoals je kan zien. En ik heb ook helemaal geen jas aan. Ik heb mijn jas ook ingeleverd. Ik heb alleen maar mijn broek vol spullen, geen tas bij me. Helemaal leuk. We staan better voor 12 euro. Dit is zo vet. En ja, hier gaan ze natuurlijk ook gewoon langslopen af en toe en zo. Dit is echt zo vet. Van de eerste halve finale gehad. We zaten gewoon barrier. Het was echt zo vet. We hebben echt met alles meegezongen. We zijn nog een paar keer op beeld gekomen. Dus als het inderdaad echt zou worden uitgezonden op tv, dan had je ons inderdaad kunnen zien. Maar nu was het alleen maar voor de generale repetitie. Maar het was wel echt ontzettend tof. Kaart meegezongen, gesprongen, gedanst, geschreeuwd. Het was helemaal leuk. Dus we kijken heel erg uit om dat vanavond te checken. We zitten nog even te kijken of we misschien eventueel vanavond de live bij kunnen zijn. En anders gaan we het kijken in de Eurovision Village. Dus in het grote park. Waar het op echt grote schermen wordt uitgezonden. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Maar eerst even een hapje eten. Want we hebben echt heel erg trek. Dus we gaan lekker eten bij een pizzeria. We hebben het echt heerlijk gegeten bij de Italiaan. Lekkere pasta gehad. En nu zijn we bij de Eurovision Village. De Euro Village. Want uiteraard gaan we ook zo meteen live de finale kijken. Of de eerste halve finale kijken. En dat doen we vanuit het park hier zo. Dit is een park waar het helemaal versierd. En kunnen we allemaal gaan kijken hier. Zo, we zijn nu in een van de Euroclubs. We hebben even een lekker drankje. We weten eigenlijk niet wat we hier doen. We moesten eens kaars kopen om het te bekijken. En we zijn nu in een soort van oud theater. Is het wel een beetje? Ja, en daar gaan we zo meteen het kijken. En je hebt hier zo het scherm. En dan gaan we zo even kijken wat er doorgaat. Wij denken niet Azerbeidzjan en Moldavië, maar voor de rest geen idee. Weten we het niet. We gaan het zien. Je verwacht nu eigenlijk beelden van binnen.
Het brandalarm ging af. Dus we zitten nu met dekentjes buiten. We wachten totdat we misschien naar binnen gaan, misschien helemaal niet meer. Maar we zien de live show niet en we kunnen mijn telefoon inzetten. Maar we hebben eigenlijk vanmiddag natuurlijk ook al live gezien. Dus op zich is het ook helemaal oké. De uitslag willen we natuurlijk wel even kijken. Maar we hebben wel dekentjes gekregen. Er is hier wel een artiest aan het optreden. Maar we kunnen dus niet de show bekijken. Nou, we zijn binnen hoor. We zijn binnen weer. Wel vanaf het begin. Nice. We zijn weer terug in de hotelkamer. Ons kluisje liep af, want we hadden niet gerekend op een half uur vertraging. Dus we zijn snel naar het kluisje gegaan en daarna ook naar de trein. Dus we weten eigenlijk nog helemaal niet wie er door zijn. En het is op dit moment zelfs al tien over half één. Bijna kwart voor één zelfs. Dus we gaan zo even de uitslag bekijken. Dus we leven nog in de waan dat iedereen door is. We kunnen het ook gewoon vol blijven houden tot volgend jaar. Gewoon dat er geen winnaar is. Leuk. Ja, helemaal leuk. Oh ja, en wat we net in de trein hebben gedaan... evening preview voor morgenavond. Hey, dus we gaan morgen naar nog een show. Wat een leven. En we gaan morgen ook nog fietsen. Superleuk. Zie jullie morgen. Doei. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En dat betekent dat we Kopenhagen gaan ontdekken. We gaan zo meteen een fietstour doen van Biobikes. En dat is wel tof, want het is ook een Nederlandse gids die ons mee gaat nemen. Dus volgens mij gaan we echt op een perfecte manier Kopenhagen ontdekken. En op die manier zien we natuurlijk ook heel veel in weinig tijd. Dus ik ga je lekker meenemen. We zijn nu aangekomen bij een van de bekendste trekpleisters van Kopenhagen, de haven, Nijhaven. Als ik het goed uitspreek, waarschijnlijk niet, maar we zijn even gestopt, een kwartiertje, dus ook even een kopje koffie drinken, ijsje nemen en het zonnetje schijnt echt heel goed, dus misschien wel een ijsje inderdaad. Met de fietstour. Het was echt zo leuk. Ze vertelde echt ontzettend veel leuke dingen. Grapjes tussendoor. En ook echt dingen ja, wat we normaal echt natuurlijk in de boeken bijvoorbeeld niet lezen. En ja, je kijkt toch echt vet om je heen. Ook echt dat ze zegt, je moet speciaal naar dat gebouw kijken. Want dat is bijvoorbeeld ook echt door de Nederlanders ontworpen. Dus je kijkt echt op een andere manier naar de stad. En het was natuurlijk ook super tof dat het ook allemaal hartstikke duurzaam was. We gingen lekker op het fietsje. En ja, mocht je dit ook willen doen. Ze zitten echt in 200 plekken wereldwijd. Dus ik zou het zeker aanraden. En we zijn nu bij een van de foodhallen. De Nederlandse gids waarvan we net de tour hadden. Die heeft ons dit aangeraden. Dus gaan we even op je eten hier. We zijn een stukje met de trein geweest. Omdat we die pas hebben. Super chill, hoef je niet te lopen. Moeten onze voeten nog even een beetje sparen voor vanavond. En nu zijn we bij Tivoli. Dat is echt een mega groot pretpark. Echt midden in het centrum. Echt wel een heel oud pretpark ook. Echt een van de oudste van de wereld. Dus gaan we daar even rondkijken. En benieuwd waar Nina nog allemaal in gaat. Ik ga echt nergens in, maar Nina gaat vast in die hele hoge, denk ik. Ik niet.
Wow. We hadden het er net al over. Ja, dit is vast wel veilig. Anders moest het gesloten worden. Dus ik zei, nou, er moet vast iets keer verkeerd gaan totdat het gesloten wordt. Wat een avontuur. Wat een avontuur. Wij zouden met de trein vanaf Kopenhagen, hoofdstation, naar Malmö gaan. En toen gingen er geen treinen meer. Het ging er wel een trein. Toen zijn we naar de airport gegaan. In ieder geval de airport niet verder. Zijn we weer teruggegaan. En daar weer naar de luchthaven en toen weer verder naar Malmö. En nu zijn we in Malmö. Het is nu 9:30 bijna. En wij zouden eigenlijk hierom, nou wat hadden we in de planning? Kwart over 7, zoiets hadden we in de planning. We zijn in ieder geval bij de arena, dus dat is wel heel goed. En we gaan even de tas wegbrengen. En dat scheelt dat Joost ook echt wel als laatste optreedt. Dus dat is ook wel heel erg fijn voor ons natuurlijk. Maar ja, is niet anders. We made